Van harte welkom op deze korte sessie rond de Fortinet CTAP. Ik ben Stefan Leroux, ik ben business developer bij Exclusive Networks voor Fortinet. En samen met mijn collega Jetse gaan wij vandaag wat meer informatie geven over deze tool die Fortinet ter beschikking stelt en hoe wij denken dat je deze ook gewoon als een sales tool kan gaan inzetten. Heel belangrijk voor we starten, je hebt nu al de moeilijkste stap genomen om deel te nemen eigenlijk aan onze Smart Reward Competition. Wat is dit eigenlijk? Ja, dat is eigenlijk een competitie dat we hebben opgezet rond elke webinar van Fortinet, waarbij je door gewoon deel te nemen eigenlijk al kan winnen. Vandaag wint er sowieso één iemand een cadeau Nation voucher voor €50. En door op het einde van de sessie survey in te vullen, waar wil je wat meer info vragen over de manier je samenwerken met Fortinet en hoe wat je vond van deze webinar. Doe je mee aan de competitie van vandaag en kan je natuurlijk ook op het einde van het kwartaal of op het einde van het jaar ook nog een leuke prijs winnen. Dus sluit het niet te snel af straks. Zodra dat je eigenlijk de sessie beëindigd is, komt die survey naar boven en kan je eigenlijk gaan enkele vraagjes antwoorden en doe je mee. Waarom zou je de CTAP, eigenlijk de Cyber Threat Assessment Program van Fortinet, gaan gebruiken als een sales tool? Het is eigenlijk heel, heel simpel. Het is eigenlijk land and expand. Door deze oplossing te gaan gebruiken, en Jetse gaat zo dadelijk even tonen hoe dat juist in elkaar zit, hoe snel dat je dat eigenlijk bij een klant kan implementeren en welke rapporten dat je daar eigenlijk kan gaan uithalen, ga je wat meer kunnen laten zien van de values die Fortinet naar voren kan zetten. Er zijn verschillende zaken, of verschillende elementen wanneer je het kan inzetten als je aan het in competitie zit met een vendor die reeds aanwezig is bij de eindklant, of een vendor die zichzelf daar ook gepositioneerd heeft, dan kan je heel duidelijk de verschillen gaan aangeven. Dus oké, wat kan Fortinet, wat kan een andere vendor? Er komt een heel leuk en boeiend rapport uit, waarmee je al een basiselement hebt om bepaalde zaken te gaan demonstreren. Het is ook een oplossing waarmee dat je eigenlijk op een vlotte manier eigenlijk een renewal kan gaan afdwingen of gaan proberen om een renewal te verkopen. En daarnaast heb je eigenlijk ook het vergroten van de footprint, de expand fase, waarbij dat je eigenlijk andere security solutions van Fortinet daar kan gaan positioneren. Dat kan zijn, je hebt daar nu een firewall staan waar alleen maar een servicecontract op zit, dan zou je eigenlijk de security features mee kunnen gaan aanbieden aan deze klant. Er zijn verschillende setups die je kan uitvoeren bij een klant, en dat is ook in de fase van het expanden. Je hebt uiteraard de belangrijkste, daar je het zo dadelijk mee zal beginnen, dat is voor de Next Generation Firewall, waar je de values van FortiGate gaat demonstreren. En daarnaast, zoals iedereen hier in deze webinar wel weet, heeft Fortinet een vrij ruim productportfolio, waar je heel snel en heel gemakkelijk linken kan gaan leggen met andere oplossingen. Daarom is er ook een setup voor de FortiMail, om FortiMail te gaan positioneren als een aanvulling van bijvoorbeeld Office 365. En daarnaast, ja, een nieuwe pijler waar Fortinet heel hard op inzet, is eigenlijk de SD-WAN. En daar is ook een specifieke setup voor. Als er na deze sessie bijkomende vragen zijn, contacteer mezelf of Jetse gerust om even te kijken hoe we dat samen kunnen doen. Wij kunnen jullie uiteraard ook ondersteunen in het uitvoeren van die setups en de nodige trainingen geven om dat eigenlijk zelf bij jullie klanten te gaan installeren of te demonstreren. En dan geef ik nu heel graag het woord aan Jetse, die de setup is gaat demonstreren. Ja, ook een goede middag van mij iedereen. Dus ik ben Jetse, zoals Stefan heeft meegegeven. Ik ben pre-sales engineer voor Fortinet hier bij Exclusive. En ik ga meer het technische gedeelte op mij nemen. Nu, loop niet meteen weg technisch. We gaan het heel lightweight houden. Want een aantal dingen waar ik vooral wil op inzoomen, is vooral het proces dat we met de setup gaan doorlopen. Want zoals Stefan zei, het is een sales tool. Het is heel handig om te gebruiken. Dus ik wil eigenlijk een beetje aantonen van kijk, het is ook niet moeilijk. Het typische setup proces dat we gaan doorlopen is enerzijds het creëren van de assessment. Dat gaan we doen in het setup portaal. Het is heel simpel, setup.fortinet.com. Kan je met je partner credentials gaan aanloggen, waar je meteen alle tools ter beschikking hebt. Ik zal het gebied ook even laten zien. En je gaat zien dat het eigenlijk heel eenvoudig is om zo'n assessment aan te maken. Tweede stap die we dan moeten volgen is de device provisioning. Dus een setup, wat je eigenlijk gaat doen, is
een device in het netwerk van de klant zetten. Hij heeft een aantal voordelen. Eén, je kan in een real-life environment de value van Fortinet aantonen. Twee, je kan ook de klant al laten kennis maken met het product, stel dat het een checkpoint klant is, of Palo Alto, weet je wat. Kan je ook de klant al eens laten kennis maken met hoe ziet het management van bijvoorbeeld een FortiGate eruit. Daarnaast, de stap in het midden zoals jullie zien, gaan we logs gaan collecten. Dus we zetten het toestel in het netwerk van de klant. We gaan ervoor zorgen dat alle traffic wordt gemirrored. Dus eigenlijk een spiegeling wordt gemaakt van de klant zijn trafiek naar ons device dat we daar hebben gezet. We zullen sowieso ook zien zo dadelijk dat die devices ofwel hardware ofwel VM kunnen zijn. En die logs worden dan naar een FortiAnalyzer in de cloud gestuurd die door Fortinet beheerd wordt. Op het einde van het assessment, dus dat gaat typisch na 3 tot 7 dagen zijn, dus reken een kleine week voor een standaard assessment, kan je die setup gaan markeren als completed en heb je de mogelijkheid om dan een rapportje van het setup portaal te halen dat je kan gaan voorstellen aan de eindklant en waar dat je ook kan gaan aantonen van kijk, dit is wat dat we hebben gezien in het netwerk, dit is waar dat Fortinet u mee kan helpen. Dus het is echt een sales enabler, een manier om deals sneller te gaan closen. Nu, zoals Stefan al aanhaalde, er zijn 3 verschillende types. We hebben enerzijds de setup voor Next Generation Firewalling. Dat is de typische firewall assessment, waarbij dat we dingen kunnen aantonen zoals antivirus, IPS engine, application recognition. De tweede is die voor SD-WAN, waar dat we dan heel specifiek kunnen inzoomen op applicaties. Dus wat ziet de FortiGate van applicaties in het netwerk? Zijn dat cloud-applicaties? Zijn dat private-applicaties die naar een private IP gaan connecteren? En hoe kan Fortinet dan eigenlijk helpen om bijvoorbeeld met SD-WAN-rules een MPLS-verbinding bijvoorbeeld uit te gaan schakelen? De laatste is dan voor e-mail. Die werkt een beetje anders dan de eerdere twee. Dus de eerdere twee werken met een typische FortiGate. Die voor e-mail, daarbij gaat er een FortiMail in FortiCloud worden opgespind voor jullie, voor de partner, waarnaar dat de klant dan zijn e-mails kan gaan laten doorsturen. Daar wordt dan de analyse gedaan van attachments, van domeinen, van spam. En ook daar weer kan je dan met het rapportje dat je eruit krijgt gaan aantonen van kijk, hoe kan bijvoorbeeld FortiMail oplossing jullie gaan helpen als klant om spam te gaan filteren, om attachments te gaan checken en dergelijke. Nu, hoe gaat het in zijn werk? Je hebt enerzijds je device nodig. En voor partners is dat meestal heel simpel. Want als Fortinet partner heb je waarschijnlijk ooit al een NFR-kit moeten aankopen. Dat is het standaard proces om partner te worden bij Fortinet. En we zien eigenlijk dat die daar meestal maar staat te staan. Dus vaak heeft de klant bijvoorbeeld een klein toestel, een 60F, liggen dat ze als NFR hebben moeten aankopen, maar doen ze daar niks mee. Dit is jullie kans. Dit is de moment waarop dat jullie ten volle die NFR-kit kunnen gaan benutten en ervoor kunnen zorgen dat jullie effectief gaan sales genereren door die NFR te gaan gebruiken. Dus je ziet hier, er zijn een heel aantal devices gesupporteerd. Deze devices, eens dat je die aanmeldt in het CETA-portaal, ga je daarvoor een config-file krijgen. Die config-file zet je dan op het device en that's it. Dan ben je eigenlijk vertrokken. Een tweede mogelijkheid is dat we een VM gaan draaien. Dus als we dan de setup aanmaken voor op VM, gaan we een VM-file krijgen die we moeten gaan installeren op ofwel onze eigen server, een kleine server dat je bij de klant gaat installeren, of misschien heeft de klant wel serverruimte, een ESXi draaien, waar dat je die VM kan opzetten en dan hoef je zelfs geen hardware te voorzien. Zoals ik al zei, de setup voor e-mail die gaat gewoon helemaal in de cloud gebaseerd zijn.
qua deployment kan je kiezen. Ofwel ga je voor hardware en dan kan je ervoor kiezen om traffic te gaan mirroren, te gaan spiegelen naar je FortiGate. Ofwel ga je hem inline plaatsen. Dat wil zeggen tussen de bijvoorbeeld core switch van de klant en de bestaande firewall. Nu, wat wij aanraden is om toch altijd voor die one-arm sniffer te gaan. Waarom? Dat is niet intrusief. Je komt niet tussen in het verkeer van de klant. Dus dat leent zich er eigenlijk heel goed toe om op een niet-intrusieve manier toch te gaan integreren met het klant zijn netwerk. Bij VM heb je trouwens enkel de keuze om met die one-arm sniffer interface te gaan werken, dus effectief met het spiegelen van traffic naar een poort die beschikbaar is op de virtuele machine. De implementatie is heel simpel. Je krijgt deployment instructions mee met duidelijke foto's. We gaan het ook zien. Ik ga straks proberen om een setup werkende te krijgen. En je ziet, dit is bijvoorbeeld zo'n afbeelding vanuit die deployment instructions. Heel eenvoudig. Plug deze poort in, plug deze poort in en you're done. Nu, nadat we het device hebben geïnstalleerd, moeten we ook gaan loggen. Want op basis van deze logs worden onze rapporten gegenereerd. We hebben twee opties. Ofwel gaan we remote loggen, ofwel lokaal loggen. Lokaal loggen kan je gebruiken in het geval dat de klant niet wil dat jij zijn internetverbinding gaat gebruiken om die logs te sturen. Dat is niet veel trafiek. Wat als standaard de maximum is in het CETA-portaal, is bijvoorbeeld 19 gigabyte. Voor klanten met een enterprise-verbinding valt dat meestal heel goed mee en is dat geen enkel probleem om toch remote meteen al je logs te gaan doorsturen. Willen ze dat niet, kan je ook gewoon lokaal loggen en na de CETA manueel je logs gaan uploaden naar het CETA-portaal. De logs blijven in de Europese Unie, blijven in Duitsland. Dus ook daar heeft Fortinet aan gedacht, want dat is meestal een dealbreaker, moesten die logs naar weet ik veel waar verstuurd worden, maar ze blijven dus in de Europese Unie. En na de deadline van de setup worden die logs ook automatisch verwijderd. Dat is ook iets wat Fortinet in zijn statement of work heeft gezet voor de setup. Is ook iets dat je zal zien als je een setup aanmaakt, dat ze aangeven. Dit is hun privacy confirmation, waar dat ze dus effectief zeggen van wij storen de logs in Germany. Dus als het goed is voor jullie, ga ik heel even het CETAP-portaal laten zien. Dat is dus, zoals ik al zei, setup.fortinet.com. Je logt gewoon aan met je partner credentials en hier heb je alle informatie. Ga je naar help, dan ga je zien dat je heel wat tools hebt om die setup te gaan opstarten, bijvoorbeeld video's voor jullie, maar bijvoorbeeld ook specifiek voor de verschillende types. Hoe moeten we dat gaan deployen? We hebben ook sample reports, waar dat we kunnen zien van ja, wat kunnen we daarvan verwachten. Ook een aantal worksheets, die bijvoorbeeld door een potentiële klant op voorhand kunnen laten invullen om het onboardingproces veel sneller te gaan laten verlopen. Dus er zijn eigenlijk heel veel middelen al out of the box beschikbaar. Nu, het aanmaken van zo'n assessment is ook heel simpel. Gewoon klik, klik, invullen en klaar. Nu, het invullen ga ik even achterwege laten, maar ik heb wel al een assessment aangemaakt. Waarom? Omdat ik jullie wil tonen hoe easy het eigenlijk is om zoiets te gaan deployen. Je ziet hier. Hier kan je de customer details invullen. Vervolgens geef je aan welk toestel je daarvoor wilt gebruiken. In ons geval zullen we een hardware device gebruiken, een 60F. En je kan ook meegeven van, wil ik bijvoorbeeld de FortiSandbox gebruiken? Wil je bijvoorbeeld een upsell doen met FortiSandbox, kan je gaan integreren met FortiSandbox Cloud. En ook daar weer gegevens gaan uit extraheren. En vervolgens geef je misschien al het managementadres mee dat je via die pre-visit worksheet hebt gekregen van de customer, zodat je eigenlijk alleen nog maar de config moet gaan uploaden, installeren en je bent klaar. Dus ik ga hetzelfde proberen te doen. Dus zoals ik al zei,
Wij hebben hier bij Exclusive een 60F beschikbaar. Ik ga op het school proberen. Normaal gezien zouden jullie die nu moeten kunnen zien. Dus dit is onze 60F, waarmee dat we eigenlijk alles gaan doen. Ik ga zo dadelijk ook zien, het is een heel simpel device waar er geen config op staat. Maar we gaan eerst even gaan kijken naar onze switch. En daarvoor toon ik jullie even onze FortiOffice. Moesten jullie hier nog niet zijn geweest, de FortiOffice is onze demo-omgeving die we gebruiken om demo's te doen voor partners en voor eindklanten. Heel leuk om eens te kijken. En wat dan we eigenlijk hebben geconfigureerd op onze core switch, daarvoor gaan we even naar onze server van onze FortiOffice. Het zijn twee poorten. Enerzijds een mirroring port, waar we al ons verkeer gaan spiegelen naar onze FortiGate-device. En anderzijds een simpele poort dat internet access verleent aan ons device. Internet access, daarvoor zullen we de paarse kabel gebruiken. En voor de mirroring port gaan we de bruine gebruiken. Voilà. Jullie mogen mij dat straks voor aan de microfoon gebruiken. Daar onze bedrijfsgeheimen. Dus als je nu snel een screenshot had genomen, dan had je heel wat informatie te weten gekomen. Spijtig. En dan ga ik nu even terug overschakelen naar mezelf. Zo, perfect. En dan ga ik jullie even de FortiGate laten zien. Dus jullie hebben gezien, het is een simpel 60F deviceje. Je gaat ook zien, momenteel, dit is de config. Hier, dit is de console. Hier staat niks op. Dus we gaan nu starten met het deployen. Voor de deployment, ik heb mezelf 3 minuten gegeven om dat ding hier werkende te krijgen. Dus let's hope, we gaan de timer starten. Dan kunnen we zien hoe ver dat we geraken. Dus we gaan eerst naar het setup portaal. In het setup portaal kan je daar de deployment instructions gaan downloaden. Die vind je onder Getting Started. Daar kan je de config file gaan downloaden. Voilà, hier hebben we hem. Gaan hem opslaan. En daarnaast vind je ook de deployment instructions die we hebben gezien. Dus we gaan het gewoon volgen. Eerst en vooral gaan we de config uploaden. Dus dit is mijn deviceje. We gaan even inloggen. Zoals jullie zien, momenteel staat hier geen config op. Ik moet even een nieuw paswoord ingeven. Ik denk dat dat het moeilijkste zal zijn van die setup. De rest is eigenlijk heel simpel. Zo. En dan loggen we in. Tik-tak, tik-tak. Oké. We gaan even de video overslaan. En we gaan hier onze config, die dat we van het setup-portaal hebben gekregen, gaan uploaden. Klikken op upload. Dit is de config, de Close the Deal config. Close the Deal is ons imaginair bedrijfje waar we de setup gaan runnen. Nu ga je zien, gaat de device gaan rebooten. Ondertussen dat de device gaat rebooten, kunnen wij ondertussen al onze kabeltjes in de juiste gaatjes steken van onze FortiGate. Dus daarvoor ga ik nog even terug de camera sharen. There we go. There we go not. Zo, oké. Hij gaat opkomen. 3, 2, 1. Ja, voilà. Dus, zoals je misschien hebt gezien, de bruine was onze mirroring. Dus die gaan we in port 4 moeten streken. De paarse was internet. Die gaan we in de DMZ-poort steken van ons device. Zo. Ondertussen is de config misschien al geüpload. We gaan eens even heel snel kijken. System is starting. Nog niet. Zodra dat de config is geüpload, ga je zien dat je het device gaat kunnen bereiken vanop de gegevens die we hebben meegegeven. Dus in het assessment details hebben we aangegeven dat dit het IP-adres is waarop dat we de FortiGate gaan beheren. Dus, is nog steeds aan het opstarten. There we go. Zou het device nu beschikbaar moeten zijn op de 99.20 IP-adres?
Dus 192, 168, 99, 20. Oh, net 3 minuten. Maar ik denk dat we net buiten de tijd zijn, want voilà. Hij is up and running. Dus als je nu kijkt, dit is het device, volledig pre-configured. En de setup is bezig. Dus ik vind dat ik het nog steeds op 3 minuten heb gedaan. Dus heel goed van mezelf. En normaal gezien ga je nu ook zien in het setup-portaal dat er logs zijn aan het binnenkomen. Dus we zien inderdaad dat er storage binnenkomt. Dat zal zo dadelijk ook wel op groen springen. En dit is dan het FortiGate-device dat je ook kan laten tonen aan de klanten bijvoorbeeld. Om te laten zien van kijk, dit is bijvoorbeeld binnen onze setup de applicaties die we al zien, de websites die we zien. Dus eigenlijk een heel krachtig en leuk tool om al eens zo'n FortiGate te laten zien aan de klant en te laten zien wat dat het kan en doet. Goed, dan ga ik nu even nog terugschakelen naar de PowerPoint. Zo. Voor het laatste deel. En dat is dan natuurlijk het rapportje. Nu is onze setup aan het runnen. Dus als dat rapportje er dan uitkomt, dus als de setup gedaan is, ga je automatisch een mailtje krijgen van kijk, setup is gedaan. Het rapportje wordt nu gegenereerd. Duurt 20 minuutjes tot 2 uur. En dan kan je eigenlijk dat rapport gaan bediscussiëren met de klant. Je hebt er 3 en je zal het verschil meteen zien bij Next Generation Firewalling. Zien we de focus ligt vooral op de security, dus welke malware zien we, welke vulnerabilities zien we, welke applicaties die misschien risky zijn. Bij de setup voor SD-WAN zien we bijvoorbeeld dat er heel veel nadruk ligt op de applicaties. Welke applicaties zien we, welke kunnen meteen op het internet gezet worden, welke moeten gebruik maken van een VPN. En als laatste hebben we natuurlijk die voor e-mail, waarbij dat we, ja, kunnen gaan focussen op spam, newsletter domains, maar bijvoorbeeld ook malware attachments of suspicious URLs. Dus deze rapporten kan je ook gaan bekijken in het CETA-portaal, zoals ik heb laten zien. Dus er zijn sample reports beschikbaar, video's, datasheets, heel veel. Dus zeker eens een kijkje gaan nemen op setup.fortinet.com na deze webinar. Een kleine wrap-up van hoe het in zijn werk gaat, hardware gaan procuren, dan kan je deze gaan inzetten bij je klant. Dus gebruik daarvoor je NFR-kit. Er zijn CETAP-tutorials beschikbaar op het partnerportaal, op het CETAP-portaal. Dus in minder dan een half uurtje, zoals je hier staat, kan je doorgaan en heb je eigenlijk alle kennis die nodig is om zo'n CETAP te gaan deployen. Zoals je ziet, duurt niet lang. Je kunt ook test assessments gaan aanmaken in je eigen omgeving. Dus dat is ook een hele leuke. Dan moet je, kan je verschillende keren een probeersel opzetten in je eigen omgeving voordat je het deployt in het netwerk van de klant. En natuurlijk, use CTAP to close the deal, to make call to action bij campagnes om de value aan te tonen van de FortiGate devices. En met dat wil ik graag de presentatie eindigen. Dus hier nog eens even alle links. Setup.fortinet.com. Ga zeker eens een kijkje nemen. Gebruik het. Als er vragen zijn, stel ze gerust in de question chat. Of in de gewone chat. Of I don't know, raise your voice. Geen probleem. En je kan ook altijd gewoon direct naar ons mailen, naar Stefan of naar mezelf via deze e-mailadres. Dus Stefan, ik denk dat we hierbij de presentatie kunnen eindigen. Ik weet niet of we binnen de tijd waren, maar ik denk dat we... Binnen de tijd, dat is knap gedaan, knap gedaan. Dus als er nog vragen zijn, stel ze gerust. Ik geef graag nog even mee dat ze bij Fortinet daar heel veel aandacht aan besteden aan die setup. Men heeft daar zo wat statistieken op gedaan en na een setup hebben ze een winrate van ongeveer 80% dat een klant nadien een Fortinet product aankoopt.
Dus uiteraard is dat een heel krachtig tool om bepaalde zaken mee te doen. En zoals je ziet, niet zo heel veel werk. En ook kosteloos uiteraard voor partners. Dus ik hoop dat het een beetje boeiend was. Dat er nieuwe inzichten verstrekt zijn. En dat wij samen een heel pak setups kunnen gaan opzetten. Moesten er vragen zijn, laat gerust iets weten. En anders wens ik je nog een heel fijne namiddag. En vergeet zo dadelijk zeker niet die survey even in te vullen. Wie weet ben je dan wel de winnaar van vandaag. Alvast bedankt en geniet nog van de namiddag.